Er is geen ien bij ONS die het al oer Ajax havol. Nee, de wedstrijd in ACV, dat stiet centraal. En Ajax, dat is pas takom waasje. En boppedot, de belangen bin duidelijk. Er stiet een echte prijs op het spul. De eerste periodetitel. En een lietse oerwinning op ACV, de noemer over in de competitie, volstiet. In de beginfase is dit de eerste mogelijkheid voor Sander van der Heijden. Na een kwartier voetbal. De wedstrijd speelt hem vooral op het middenveld. Er zijn net een heel soort mogelijkheden. Dit is een prima ingreep van doelman Alegeert de Vries. De Vries jouwt de bal mooi om een Biel Pruksma. En die klaagt het al over een hamstringblessure. En zit de bal dan boet in het veld en gaat er bezitten. Biel Pruksma, gelijk oer lis, mooi Chris de Wacht en trainer Jan Flap. Want Biel Pruksma kan net verder. En het is zelfs de vraag of Pruksma takom waasje in Ajax wel meidwan kin. Van der Heijden. Mooie actie, maar wel balverlies. Knappe bal van Veenstra richting Ties. Alegeert de Vries uit de goal. Nou, daar mooi de koprinner in de haatklasse net mopperje. ONS had het dreig. ACV speelt heel compact. En zij is het dreig om er terug te komen. Dit liep het trouwens op Hens. Van Rosema en skizochter van Etten wiest ek nooit de stip. Het is de facet van Curti González, komt op een jerm van Rosema en Sander van der Heijden. Hij pakt het presentje uit. En na een jelloere voetbal komen de snitsers op een 1-0 vastsprong. Apotheker krijgt die bal nog voor, daar mooi Arnold Herder bij hem. Goed hard. Maar oppassen en verslikt hem daar haast in Veenstra. Maar klaarblijkelijk had Patrick Goedhart die bal nog voor het laatst onrekken. Want er komt een corner. En die werd binnenkopt, toch Koos Werkman. Verliende seizoen nog actief bij Harkemasse Boys. En Koos Werkman, hij springt heger als Mark de Vries. En dan is de storm weer in het likwicht. Ienien. Krijgt van het skoft. Goeie vrije trap. En dit is de mogelijkheid van Ties. Ze zijn vooral gevaarlijk via standaard situaties. De ploeg uit Ossen. Is dit een goede wedstrijd van ONS, de koprinner. En hier deelt Chris de Wacht in de malaise. Nou, Van Eken profiteert net van de flater. Tijdsma is die wel voor de goal. Maar Van Eken die wacht het vissen te lang. De fout wie dus van hem. Chris de Wacht. Ties, knappe bal naar Van Eken in één keer. Zitten in de eindfase van de wedstrijd. Mark de Vries, onzichtbaar in deze wedstrijd. Iepering naar de rechterkant, naar invaller Rudy Man. Arnold Herder, de Vries zit voor de goal. Daar is de Vries. Oh, en die bal maakt er toch eigenlijk in. Maar hoe is het mogelijk? 2 minuten voor de oin, maar Mark de Vries krijgt die bal er net in. Nog een keer, de vastzet van Arnold Herder. En uit je oorvreet je, waar kriegen Mark de Vries die bal? Dan volgt hier het antwoord.